Ja, je bent jong en je wilt wat. Dat was zo'n zo kreet, van heel veel jaren terug. Um, maar die, die blijft altijd wel gelden eigenlijk. Want ja, je bent jong en je wilt wat. Ook uh, Carolien en Frank. Carolien van Capelle en Frank van Beek uit Barneveld. Die zijn jong en ze willen wat. Wat willen jullie, Carolien? Um, een wereldreis uh, maken eigenlijk, ja. Oh. <laughs> <laughs> en dus? Nee, we gaan een, we gaan een uh, reis maken van uh, Tenerife naar de Cariben En uh, dat... Uh, Gaat maandag van start en daar zouden we graag wat over willen vertellen. Ja, maar waarom ga je dat doen? Um, gaan we dat doen? Ja, we gaan uh, onderzoek doen naar uh, microplastics in de oceaan. De, de plastic soep onderzoeken. Ja, de plastic soep. Ja, hoe, hoe komen jullie daarbij uh, uh, verzeild bij die plastic soep? Um, nou, op onze school, het Johannes Fontanus College in Barneveld, zijn we eigenlijk altijd heel erg uh, gestimuleerd om onderzoek te gaan doen. En um, nu kregen we eigenlijk, ja, door school zijn we gestimuleerd om mee te gaan. Deel te, nemen. deel te nemen aan deze reis. En um, toen, ja, nu zijn we eigenlijk samen met Wageningen Universiteit de afgelopen zeven maanden uh, bezig geweest met het opzetten van een onderzoek. Um, om inderdaad de plastic soep te onderzoeken. Ja, wat ga je precies onderzoeken? Um, we gaan water uit de oceaan halen en dat gaan we dan filteren. En dan gaan we kijken um, hoeveel plastics erin zitten en uh, wat voor soort plastics en wat bijvoorbeeld de verhouding plastic en dier is. En, en, en wat is het doel van het onderzoek? Um, nou, sinds uh, 1990 is eigenlijk pas door de wetenschappelijke gemeenschap... Um, plastic gezien als een um, ja, milieuprobleem, een groot milieuprobleem. En uh, volgens de VN is het ook een van de grootste problemen van de 21e eeuw. En omdat het pas sinds 1990, dus uh, 1999 pas, um, ja, als echt een probleem is gezien is het voor ons belangrijk, of voor de wetenschappelijke gemeenschap aan zich, gewoon nog heel belangrijk dat er fundamenteel onderzoek is. Ja. En gewoon het in kaart brengen van hoeveel plastic zijn er en hoe gaat het nu eigenlijk. Maar ja, jullie gebruiken zelf ook die plastic, of niet? Ja. Dat heb je vandaag al gedaan, wat, wat vervuilend was? Uh, ja, uh, al gebruik je vleeswaren op je brood, dan heb je al plastic gebruikt. Dus uh, ja, daar moet sowieso minder in, gekomen, in gebracht worden. Um, maar eigenlijk kun je pas echt zien hoe erg het, het eigenlijk de oceaan... en gewoon de dieren daar beschadigt uh, als er onderzoek naar gedaan wordt. Op visite vandaag uh, Carolien van Kapelle en Frank van Beek uit uh, Barneveld. Middelbare scholieren die onderzoek gaan plegen. Onderzoek naar uh, plastic soep. En dat doen ze gewoon uh, op de oceaan, ook wat daar ligt die plastic soep. Is dit nou een buitenschoolse uh, activiteit? om moet ik het zien? Um, nou, uit onze, vanuit onze school um, zijn we eigenlijk... Ja, bestaat er iets als rooster op maat? Dus als je zeg maar een uh, goed concreet plan hebt om bijvoorbeeld uh, sommige lessen te missen, om bijvoorbeeld andere lessen in te halen in die uren, dan mag je dat doen. En um, dit is eigenlijk een rooster op maat in het kwadraat of zo. Want je hebt gewoon, ja, op de boot zelf heb je natuurlijk wel gewoon les, hebben we vier uur per dag. Ja, want je mist school natuurlijk. Ja, vier uur per dag hebben we zelfstudie. Um, en ja, zes dagen in de week. En... Ja, dan moet je het maar gewoon zelf kunnen doen. Ja. Wie, wie betaalt dit nou? Moest je zelf nog in het buidel tasten, Caroline? Uh, ja, we moesten zelf uh, een sponsorplan opstellen. En uh, uh, uiteindelijk zijn we gewoon zelf aan bedrijven geweest, vragen of zij ons, uh, ons, onze reis zou, zouden willen sponsoren. Ja, ja want de school die zegt: ja, leuk dat je het doet, maar. Daar gaan we geen geld in stoppen. Nee, ze staan er helemaal achter. Ja. Ze staan er wel helemaal achter? Ja, ze staan zeker achter dat wij het gaan doen. Ja. Ja. En, en hoeveel uh, moest je nou bij elkaar scharrelen dan? Uh, 13.500 euro met, uh, met z'n tweeën. Oh, hoe heb je dat gedaan? Uh, we, hebben, we houden bijvoorbeeld een blog bij voor een bedrijf en die geeft er dan een vergoeding voor. Um, en uh, sommige bedrijven zien er gewoon waarde in dat wij dit onderzoek gaan doen. En uh, vinden het goed dat jongeren nu al denken aan dit soort grote problemen. Uh, dus die geven daar dan uh, een bepaalde vergoeding voor. En uh, zo zijn we een beetje te werk gegaan en, en naar bedrijven gekeken die uh, zich inderdaad bezighouden met het milieu. En uh, ja. Dat is een heel commercieel verhaal eigenlijk dan, tenminste. Ja, dat, dat, ja. ja bedrijfseconomisch verantwoord verhaal. Je hoeft er niks aan te verdienen natuurlijk, maar het, ja, het, het moet wel kostendekkend zijn dan. Ja, ja zeker. Dat is een heel een ander traject ook voor je. Daar leer je ook nog wat van, denk ik. Ja, zeker. We zijn nu uh, sinds februari bezig geweest. Ja. En uh, ja, we hebben echt veel geleerd inmiddels. Ja. Je, je moet natuurlijk ook wel voorbereid worden op dat onderzoek. Hè? De Universiteit Wageningen doet mee. Wat hebben jullie daar aan gehad? Um, nou, bijvoorbeeld, we hebben sommige filters mogen lenen van Wageningen. Dus die we dan gaan gebruiken. Dus gewoon materiaal voor het onderzoek. Maar ook gewoon echt de expertise die zij hebben. Want zij doen het al zo lang. Um, ja, dat is gewoon heel belangrijk voor een onderzoek zoals dit. En um, ja, we zijn natuurlijk... We zitten nog maar gewoon in VWO 5. Um, dus om dan gewoon met professionals te mogen werken... die zoveel al hebben gedaan en zoveel weten... Ja, dat is gewoon heel, heel erg leerzaam. Ja. Ben je daar ook geweest om een ja. cursus te krijgen? Uh, ja, we hebben gewoon daar een aantal gesprekken gehad. En uh, ja, sommige telefonisch en sommige echt op Wageningen Universiteit zelf. En uh, ja, daar hebben we gewoon echt superveel van geleerd. Ja. En hoe kijken zij naar, naar jullie? Um, ja, ik denk dat zij heel blij zijn. Ja, ik kan natuurlijk niet 100% zeker zeggen hoe zij naar ons kijken. Maar ik denk dat zij ook de waarde zien van jonge mensen die dan onderzoek gaan doen en die geïnteresseerd zijn in. Dit vakgebied. Ja. Had jij dat gevoel ook, Caroline? Ja, ze waren gelijk vanaf begin enthousiast. En dat maakte ons uh, natuurlijk ook gelijk weer enthousiast. Dus dat was heel fijn. Wij hebben Caroline en Frank op visite. Die zijn eigenlijk uh, nog heel jong of eigenlijk, die zijn gewoon heel jong... die zitten op de middelbare school... en die gaan uh, vertrekken 4 december... naar Tenerife voor onderzoek naar plastic in de oceaan. Uh, dan uh, vaart het nog een stukje door naar Sint Maarten... want ja, je zit toch op een boot, waarom zou ik het niet doen? En uh, uh, dat betekent wel, dame en heren, dat je uh, de kerst en ook uh, Sinterklaas op, op zee gevierd gaan worden. Ja, heel ja. spannend. Ja, niet, niet erg hoor dat je er één mist thuis? Uh, nee, er komen er nog ja. zoveel aan. Dat uh, komt helemaal wel goed. Ja? Ja. Ja, wanneer krijg je nou de kans om de oceaan over te zeiden? Vooral op je zestiende. En dan, ja, is gewoon super tof. Ja, het is wel de, de, een, een kans van je leven natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Dat weet je ook, dat voel je ook zo. Um, ja, ik denk het wel. En ik denk dat ik het, ja, de, vooral de laatste week, dan begint echt die adrenaline een beetje te pompen. Van ja, ik heb er zin in. Mm. En uh, ja, ik denk als ik dan daar echt ben, dat ik het dan nog meer realiseer eigenlijk. Want hoe lang gaan jullie weg? Uh, zes weken. En dan krijg je ja, zelf studie op die boot. En dan moet je niks meer voorstellen, natuurlijk. Dat is gewoon gezellig, toch uh, je eigen gang gaan. Uh, hoe bereid je je voor? Wat neem je mee? Hagelslag en zo zulke dingen? Vooral uh, alle schoolspullen uh, gedownload, zeg maar. Want uh, schoolboeken, daar is beperkt ruimte op de boot. En uh, verder uh, warme kleding, koude kleding. Kersttrui. Eigenlijk een beetje alles. Kersttrui, kerstsokken. Ja. 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 In de Caribbean. is natuurlijk ook een belevenis op zich. Hè? Ja, ja lekker warm. 15, ja, 15 plus graden. Hoe warm ga je nou meer? thuis rond op de hoogte houden? Ja, alles kan tegenwoordig met de app en FaceTime en noem het maar op. Uh, de Skype. eerste drie weken hebben we geen internet. Dan, want dan zitten we weer op de hele thuis Ja, dus de eerste drie weken mogen we één keer in de week een bericht van 500 woorden, platte tekst, naar thuis sturen. met eigenlijk uh, te laten weten dat we nog leven. Um, en uh, Verder als we in de kribben zijn, uh, kunnen we af en toe aan land en dan kunnen we inderdaad wel uh, eventjes uh, met uh, thuis bellen of uh, WhatsAppen, maar dat uh, is eigenlijk alle contact wat uh, mogelijk is. Dus je bent echt drie weken offline helemaal? Uh, ja, want ja, midden op de Atlantische Oceaan uh, <laughs> heb je niet echt duikje of zo, dus het wordt wel even afkicken. Nou ja, dat is voor jullie generatie. Ik praat nu even als oude man. Is <laughs> dus ja. dat uh, dat is niet te doen toch dan? Nou, dat is best wel een. Uh, ja, het werd oh, wel een, uh... ja, Heb je daar al mee geoefend? Een dagje? <laughs> nee, uh, nee. <laughs> nog niet. Maar nee. ja, ik denk, ja, weet je, je wordt er gewoon toe gedrongen. En er ja, nou, zijn ja. zoveel toffe dingen daar te zien en te doen. En denk dat je echt heel hecht wordt als groep zijnde, want we zitten met 50 andere mensen. Ja. Ken je die? Um, we hebben ze uh, bijna allemaal één keer ontmoet, minimaal. En? Dus ja, wel toffe mensen, gewoon gezellig. En wordt uh, feestje, denk ik. Ja. Is dit nou ook wat je later wil gaan doen? Ja? Um, ja? ja, ik zou heel graag wel verder willen in het onderzoek um, ja, op de universiteit. Maar ik weet niet per se wat voor soort onderzoek. Wel iets met bio of uh, ja, technisch. Um, dit vind je wel lekker, dat ja. onderzoeken. Uh, ja, ja, ik word de tijd wel goed nemen. getriggerd door zeg maar. Ja, Gewoon, ja. ja. ja ik uh, wil vooral een beetje de commerciële kant op gaan. En dus ik denk dat het. Uh, Sponsoren zoeken, overleggen met bedrijven, dat dat zeker een uh, voordeel later gaat zijn. Nou, waar heug je het meest op? Um, ik denk oud en nieuw uh, aan land, uh, aan zee en. Uh... Ja, gewoon oud en nieuw vieren, eigenlijk in een andere cultuur. Want ja, we zijn dan op een van die eilanden van de Bovenwindse eilanden. En om daar dan uit en nieuw te kunnen vieren, dat is wel super tof, lijkt me. Veel plezier. Bedankt. Dank u wel. Maandag, hè? Gekken ja. jullie? Ja, zeg het maar even. Dat je weet. Dan drie weken offline. Oh, oh. Dat is toch het spannendste, eigenlijk. ik Eerst Linda Ronsted. It's so easy.